Stefan. Hier omhoog, omhoog. Richt op die ballon en viep. En ja. Zo loopt die goed. Nou, Viet, demonstreer nog maar een keertje. Zeg eens, ja. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Rug, laat. Is hij wel echt scherp? Is hij wel echt scherp? Laat het even zien of hij echt scherp is. Super ja. Scherp. Super scherp. Nou, laat zien. Waar stop je hem nou in? Hier. Hoe heet dat ook weer? Een navel. De navel. Viet, ik kan hem niet zo goed. Ik vind het wel spannend hoor. Doe nou maar een keer. Zo. Het vind ik zo goed meer. Net ging die makkelijker. Duwen, ja. Duwen, duwen. Oh. En ja. Ja, laat hem eens los. Laat hem eens los. Er zit een gat in, maar hij springt niet kapot. Laat hem eens los. Maar, zie je hem kleiner worden? Ik zie hem kleiner worden. Jullie ook? En wat als jij erin aan? Nee, laat hem. Ja, maar ik zie hem niet op de camera. En prik er nog eens een gat in, maar dan op een andere plek. Wel, dat is zien. Op een andere plek een gat prikken. Van binnenuit. Je moet van binnenuit een gat maar prikken. Gaat dat, van binnenuit een gat prikken? Ja, kan je zien. Ja, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Daar is er nog één! Daar is er nog één! Kan toveren. Doe mij nog eens in. En ik zeg, Gips en Wim, maak hem klein. Maak hem klein. Maak hem. Oh, oh, ik zie hem klein worden. Simba, Wim, maak hem klein. Vitti, steek hem gauw door het gat heen. Dan heb je babyballon, niet met prikkie. Met een prikkie? Dan lijkt het wel alsof er een soort van... een bolletje kaas op de prikker zit. Oh, maar nu is hij te klein. Aan de andere kant loop je nog leeg, schat. Vind je aan de andere kant waar? Ik heb een lolly. En hij wordt steeds kleiner, nou, jongens, als ik hem echt lik. De proef is gelukt. Applaus. Ja.